Maandagmiddag 5 maart omstreeks 2:15 is een vrouw door het water gezakt in het Noordersterpark in Wormerveer. Zij was haar hond achterna gegaan die het ijs op was gerend. Hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Ze is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Brandweerduikers hebben nog gezocht naar de hond, maar deze werd niet meer gevonden.